Ik ben een Rotterdamse jongen, ben hier geboren en getogen. En ik zou niet weten voor welke andere club ik zou moeten zijn dan Feyenoord. In de tunnel ben je nog heel ontspannen eigenlijk. En ja, daarin maak je gewoon klaar om het moment. Dan hoor je dat, de trommel eigenlijk. En vervolgens zie je de tunnel open gaan. Het licht komt heel voorzichtig naar binnen schijnen. En vervolgens bereik je het einde van de trap. En kijk je om me heen en zie je al die supporters. Dan lijkt het even of al je haren omhoog gaan staan. Terwijl ik eigenlijk krulletjes heb. Maar ik van droom. Dat is de kampioenschap. Ja, de schaal vasthouden en dat vieren met zoveel supporters op de Coolsingel. Het moment van het jaar eigenlijk. Dat zou het moment van het jaar kunnen zijn. Alleen het is de hele tijd geleden dat het is geweest. En daar werken we nou hard aan.